Het is weer tijd voor de belastingaangifte. Miljoenen mensen komen er de komende tijd achter of ze geld moeten bijbetalen of geld terugkrijgen. Maar niet iedereen vindt aangifte doen even makkelijk. Daarom zetten we in deze reeks video's een aantal tips voor je op rij. Bij ons is verslaggever DFT Willemijn van Bentum. Willemijn, als we het hebben over algemene tips. De Belastingdienst die vult al je gegevens voor je in. Ja. Maar daar moeten mensen wel even goed naar kijken, hè? Ja, nou, het is inderdaad best wel knap hoe ze dat doen. Dat ze van alle informatie, van je jaaropgave, van je werk en hypotheek, vullen ze al heel veel in wat ze weten. Dus dat scheelt enorm met hoe het vroeger was. Maar het is inderdaad slim om het even na te lopen of het daadwerkelijk goed staat. Want ik bedoel, ze zijn bijna 100%, ja, ik bedoel, niet om nou zo reclame voor de Belastingdienst, maar ze doen het echt wel goed. Maar wel even kijken of het allemaal klopt inderdaad. Ja, ja, precies. En dan lopen we even het loonstrookje na. Dan lopen we even gewoon echt die bedragen. Daar kijken we echt specifiek naar. Ja, en wat slim is om nu al, dat is echt tip 1... bewaar nu alvast alles voor volgend jaar. Want ik ken de stress met het bekende schoenendoosje waar alles dan in zit. En dan zit het er weer niet in. Maar je krijgt bijna alles nu digitaal. Dus stop het in een mapje op je computer of print het uit en zet het in een map. En dan kun je alles erbij halen. En dan kun je het heel snel nakijken inderdaad. Ja. Vandaag 1 maart hebben we het dan over. Ja. Was de eerste aangifte binnen 59 seconden na 12 al binnen. Ja. Maar we hoeven allemaal niet zo vlug te zijn, want we hebben nog even, toch? Nee, ja, precies. En ik was vorig jaar bij de Belastingdienst om een kijkje achter de schermen te hebben om te zien waar al die enveloppen worden geprint en die brieven, zonder namen overigens hoor. Maar daar zeiden ze dit al en het is tegenwoordig een sport. En daarnaast is het ook zo dat mensen nu echt wel hogere kosten hebben en dus geld nodig hebben, dus sneller die teruggave willen. Maar dat hoeft inderdaad niet. Het is echt van belang dat je tussen 1 maart en 1 mei die aangifte doet. En als je het voor 1 april doet, dan krijg je voor 1 juli bericht. Dus dan weet je, ben je op de hoogte van wat je situatie is en wat je terugkrijgt of nog moet betalen. Dus dat is het. Ja, en na 1 mei is er geloof ik kans op een boete, hè, als je het te laat... Als je het niet doet, daar is de Belastingdienst altijd lekker streng in. gewoon meteen een boete. Dus ook bijvoorbeeld als je ondernemer bent in BTW, meteen na de tweede keer vergeten boete. Dat is hier ook. Dus vraag uitstel aan. Al doe je het gewoon per briefje, mag ik uitstel. Dat is vrij makkelijk te doen. Ja. Ja. Wat nog goed is om te weten. Stel, je doet het wel en je denkt, ik heb het niet helemaal goed of ik doe het snel toch. Je mag het nog herzien. Dus je hebt nog een paar jaar de tijd, echt, zelfs 5, voor de algemene zaken, om terug te draaien als er een fout in is geslopen. Ja, dus dat is precies. Goed om te weten. Dat is heel handig om te weten. Nou komen sommige mensen er echt niet uit en die hebben gewoon echt hulp nodig. Wat raad je hen aan? Nou, als je een partner hebt, dan is het fijn ook om het samen te doen. Want dan kun je kijken of fiscaal partnerschap, dat je 2 inkomens bij elkaar optelt. En dat scheelt dan weer met aftrekposten of juist niet. Om dat samen in te vullen. En je kunt zelfs doen dat je het zelf doet en alsof je fiscaal partner bent. En de Belastingdienst gaat uit van het meest gunstige scenario. Dus dat mag je invullen. Verder kun je denken aan een accountant. Dat kost altijd wel wat geld, maar dat haal je er vaak uit omdat die gewoon goed weten welke aftrekposten handig zijn. Ja, ja. Dat is natuurlijk niet voor de studentjes met de bijbaantjes. Nee, precies. Dus dan hoeft dat niet. Dan heb je nog de bibliotheken waar mensen zitten en je hebt zelf de Belastingdienst. Die kun je bellen. Je kan zelfs een afspraak maken om met hun dit in te vullen. Dat ze je echt helpen. Dus dat is fijn. En 1 ding waar ik wel voor wil waarschuwen is omdat je nu met DigiD en alles is verbonden aan die DigiD, alle toeslagen en dingen. Doe het niet zomaar met iemand uit de straat of die aanbelt van zal ik je helpen en dat je dan je DigiD geeft. Kijk, je zoon of je broer of iemand je zus. Vertrouwt. Ja, dat kan, maar pas op met je DigiD gegevens delen. Dankjewel, Willemijn. Ja,